Goedemiddag, beste leerlingen. Wij onderbreken jullie lessen even voor de volgende nieuwsflash. Bouwvakkers in shock na ontdekking. In de gemeente Beveren is begonnen aan de bouw van een nieuw sport- en zwembadcomplex. Gisteren is er bij de graafwerken iets misgegaan en werden de bouwvakkers in shock afgevoerd naar de brandweerkazerne waar ze de nodige informatie en zorgen kregen. De bouwvakkers hebben nog maar weinig informatie vrijgegeven, zegt brandweercommandant Pieters, die de pers te woord stond. Ze zijn op een kleine, kelderachtige ruimte gestoten en die hebben ze, na toestemming van de bouwmeester, geopend. Het stonk er verschrikkelijk. Ze vonden een vreemd, dierlijk wezen in een rare kleur, met lange haren en enkele ogen, informeert onze commandant. Alle gegevens worden onderzocht en verdere informatie volgt. Bedankt voor het kijken.